Kijk hoe vet. Huisje voor de komende nacht. Kijk nou eens. Mijn Valentijntje. Is de Anthony Hotel zin in voormalig klooster? De kapel. Met een houten visgraatvloer. Je hebt lekker geslapen, hè? Deze prachtige luiertas. Hij was 350 pond. Als je een babyshower hebt, vraag deze. Kost het je helemaal niks. Ben jij met date voor vanavond? Ja, hè? De kerk is open. Oh, ja. Oh, hij vindt het echt. Of hij het lampje wil demonteren voor een mooie foto. Veel stroom uit. Overal. En het gaat ons €140 kosten. Hier zie je allemaal pastoedingen. Met korting. Ja, die vind ik wel heel gaaf, deze kast. We hebben een hele mooie tv-kast gezien, maar die was €2000. Leuk. Ja, je vond het leuk. Hey allemaal. Leuk dat jullie naar deze nieuwe vlog kijken. Ik moet er wel even bij zeggen, alles in deze vlog is van ongeveer een maand geleden. Dus niet allemaal denken dat afgelopen week wel wordt geadviseerd om binnen te blijven, dat we juist allemaal deze dingen hebben gedaan. Nee, alles wat hierin voorkomt heeft plaatsgevonden nog voor alle ellende van start ging. Dus dat jullie het even weten. Zo, het is zaterdag. We zijn aan het pakken. Oh, ik heb het heel warm voor het pakken. We hebben een koffertje gepakt. We gaan een nachtje weg met z'n drietjes. Ik ben aan het fluisteren, want Olly slaapt hiernaast. We gaan een nachtje naar de Anthony Hotel in Utrecht. Echt superleuk. Het is een heel mooi hotel. Het zit in een voormalig klooster. En het is natuurlijk omgebouwd tot hele mooie lofts. Loftappartementen, suites en kamers. En ze hebben ook een heel leuk restaurant. Dus vanavond is er voor ons drietjes een tafeltje geboekt. En we slapen in de presidentiële suite. Dus ik ben heel erg benieuwd. Weer een nachtje weg met Olly. Dus we gaan lekker zo naar Utrecht. We wilden naar Pastoel. Een van onze favoriete designmerken. Alleen die zijn vandaag dicht. Dus gaan we morgen heen. Dat zit in Houten, vlakbij Utrecht. Ik denk dat we straks gewoon kunnen inchecken vanaf 3:00. En dat we lekker in de buurt gaan wandelen. En Olly is nu een tukje aan het doen. Dus ja, met een kind doe je het altijd wat rustiger aan. Hè? Voorheen dachten we, oh, gaan de hele dag Utrecht in, alle winkeltjes af. En nu met een kindje gaan we gewoon voornamelijk lekker wandelen en chillen. Dus ik ga de laatste spulletjes pakken. We gaan steeds, bij elk tripje pakken we steeds minder. Dus ik ben trots op mezelf. We hebben nu een rolkoffer met 6 spulletjes. En een weekendtas voor spullen van mij en mijn man. En natuurlijk die mooie, deze prachtige luiertas. Die nog steeds, ik krijg er heel veel vragen over. Deze luiertas heb ik op mijn babyshower gekregen. Het is van Jem en Bea. En ja, hij is heel mooi. Hij is ook hartstikke duur. Hij was €350 pond, kun je nagaan. Dus als je een babyshower hebt, vraag deze. Kost het je? Ja, dus nog even het laatste ding, nog even koffie doen. En dan gaan we naar Utrecht. See you! Buiten heb je de binnenplaats en onze kamer is hier zo. Nou, huisje voor de komende nacht. Oh, en ze hebben zelfs ballonnetjes voor ons. Kijk nou eens, wat ontzettend lief. Oh, en dit is een leuk hoekje. Mooie spiegels. Oké, wat hebben we hier? De pad. Oh, kijk hier. Is ook heel leuk gedaan. Oké, ik heb eventjes de troep hier. Maar leuke barkrukken. En hier heb je een leuke. Even kijken. Oh, nou, een marmer look. Badkamer. Oh, een hele mooie spiegel van goud. Ja, deze is leuk. Maar we hebben nog een verdieping. Gaan we de mooie zwarte trap op naar boven. En kijk eens wie op mij wacht. Mijn Valentijntje. Mooie bad. En kijk. Ja, hè. En Olly slaapt vannacht daar. Mooie liefie. Mooie. Oh.
hoogst detail van het klooster. En dit is het kapelletje. Nou, kunnen we meteen onze geloftes. Oh. Nou, en dit is de kapel. Met een houten visgraatvloer. Hele hippe droogbloemen. En gezellige roze geverfde bankjes. En ze hebben de oude kunst afgewisseld met nieuwe. Mooie illustraties. En als je wil, kun je hier dus ook een yogamatje pakken. Oh. Je kunt dus ook een yogamatje pakken. En hier heerlijk morgen op zondagochtend, hier met de zegen van boven, yoga. Trappenhuis. Doe me een beetje denken aan het trappenhuis van, of aan de hal van Willemijn uit Hilversum van de Homtoetje vorige week. Kijk hoe. Ik vind deze. Dit tapijt is heel mooi. Het heeft een marmerprint. Zo, we zijn inmiddels ingecheckt en geland. Alles uitgepakt. En ik wil nog even vertellen waar we zijn. Kijk, ik loop in de hal. De Anthony Hotel zit een voormalig klooster. Hier aan de overkant zit nog de parochie. En ze hebben dus het oude klooster. Wow. Hebben ze allemaal hele coole kamers van gaan maken. Je hebt suites, lofts en kamers. En het ziet allemaal heel erg gezellig uit. En wij mogen een nachtje overnachten in een heerlijke suite. En we gaan nu lekker eten. Dus er zit is een tafeltje voor ons gereserveerd. Olly heeft een eigen stoel. Dus we gaan even met z'n drietjes weer uit eten. Kijk, we hebben alweer de... Dit weer mee. Nou, mama heeft even haar hippe luiertas mee. Nou, ik heb een Valentijnsdate met twee hele leuke mannen. Dus ik laat jullie zo eventjes mijn twee dates zien. Wat luxe, hè? Een date met twee mannen. Heerlijk. Okay. Ah. Kijk, dat zijn mijn twee dates. Ben jij mijn date voor vanavond? Ja, hè? Nou, dan gaan we hier zitten, hoor. Nee, doe maar. Dat is best wel gemeen eigenlijk, hè? Ja, kom mama. Kom mama. Ah, donuts zoals ontbijt. Nog helemaal over. Kijk, en hier kun je dan lekker chillen. Hier zo. En je hebt hier de entree daar. Hoe heb jij geslapen? Dat is echt een mijlpaal vandaag. Olly heeft namelijk in een ander bedje geslapen. Ging goed, hè, liefie? Kijk eens. Ging goed, hè, poepie? Je hebt lekker geslapen, hè? Lekker geslapen. Hoor je dat? De kerk is open. Oh nee, de kerk is natuurlijk altijd open. Maar dit hotel zit tegenover de Antonius. Oh, dit pannet! Oh, kom maar! En het mooie van dit hotel is dat je kijkt op de kerk aan de overkant. Volgens mij is het de Antonuskerk. En hoor je die klokjes? Oh, hoor je? Oh, hij vindt het eng. Lekker beter. We gaan zo uitchecken. En ik vind het echt een superleuk hotel. Het is heel mooi ingericht. Veel roze tinten, zwarte accenten. Ik vind de hal echt superleuk. Ze hebben altijd de hal, heb je met zwarte trappen, een blauwe groene muur, roze, donkerroze. Uiteraard veel messing en visgraat. Een hele mooie tegelvloer hier in de bar. Dus het is weer gewoon zo'n lekker hip hotel in Utrecht. Het zit volgens mij om de hoek van het centrum. Ik ken het niet zo heel goed. Maar ze hebben ook heel veel leuke droogbloemen. En we gaan zo uitchecken. En dan gaan we weer naar Haarlem. Nee, we gaan nog even naar de Pastoe Showroom. Zit hier in de buurt in Houten. Dus we hebben er zin in. Goeie zondag, hè, liefie. We gaan wel weer uitchecken. Het was heel erg leuk. Lekker geslapen, goed bed. En, volgens mij heb ik niet verteld, maar tegenover hier, laat ik zo even zien, heb je de Antoniuskerk. En het klooster hoorde er vroeger bij. Echt wel heel erg leuk dat het iets ouds weer een nieuwe functie heeft gekregen. En ik vind het echt wel aanraden. Je hebt echt heel veel leuke kamers.
kamers. Dit is de presidential suite. Maar je hebt ook een bridal suite. Dat was stiekem mijn voorkeur. Maar ja, het is Valentijnsweekend. Het was natuurlijk al vol geboekt. Maar we hebben ballonnetjes gekregen. Dus ik ga het gouden ballonnetje meenemen. Daar zit nog helium in. Want Olly is daar helemaal gek op. Dus ik was heel blij. Lucy doet de PR hiervan. En Lucy heeft dit voor mij geregeld. Dus Lucy, thanks. Echt super lief. En nou laat ik even de kerk zien. Kijk nou jongens. Kijk, het is ontzettend aan het waaien. Gaat zo stormen. Maar dit is dus de kerk. En dan kijk je dus op uit. Zo leuk. Kijk, ze hebben kerstverlichting nog. Maar ja, dus dag heerlijk kamertje voor de afgelopen dag. Ik vind dit ook wel leuk. Heel erg leuk. En ik vind kunst heel erg mooi. En ik ben heel erg verliefd op deze gouden lamp. Die vind ik echt wel cool. Maar ja, we gaan weer op weg naar haar. Oh nee, we gaan eerst naar... Nee, we gaan nu naar Pastoe. Naar de showroom van Pastoe. Het designmerk. Een van mijn favoriete merken. Fucking duur. Maar wel altijd leuk. Dus we gaan even heen. Die zit nu in Houten. Je hebt nog steeds de Pastoe-fabriek. Alleen er zit Pastoe niet meer. Dat is een creatieve hub. En Pastoe zelf is verhuisd naar Houten. Dus dan gaan we nu even heen. Oh, leuk. In de storm. Vond je het leuk? Ja, je vond het leuk. Ja. Dat Pastoe Weeshuis blaast de oude stukken van Pastoe uit showrooms. Die verkopen ze met korting. Dus deze is met 1600 euro. Als ik snel reken. Nee? 1300 euro korting. Is ook heel gaaf. En kijk. Dit is ook heel mooi. En deze ook. Deze is ook met 700 euro korting. Is ook heel mooi. Maar ook in het groen. Hier nog meer spullen voor een fijn prijs. De Pastoe Steel. Oh, heel leuk. Oh, deze is mooi. Oh, kijk nou. Oh, maar deze, die. Ja, die vind ik wel heel gaaf, deze kast. Oh, 2000 euro. Maar hij was, dat werkt weer bij mij, 4100 euro. En kijk jongens, hier zie je allemaal Pastoe dingen met korting. Pastoe showroom. En dat is wel een goeie. Als je iets verder loopt, vind je allemaal Pastoe meubelstukken met korting. Blijft het toch best wel prijzig. Maar als je toch een liefhebber bent, kun je zoiets met 1000 euro korting kopen. We hebben een hele mooie tv-kast gezien, maar die was 2000 euro. Ga maar niet doen, want ik ben al heel blij met mijn IKEA-hack. Maar wel weer goed om te weten. En dan iets, even probeer hem eens zo. Joep, 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 joep. Het is zondag. Hele productieve dag. Ik heb een aantal shoots in huis. Voor twee hele leuke merken. Rituals, uiteraard. Ik ga dit jaar weer samenwerken. Met Rituals en Oslo. Wow, ik ben helemaal. Oh ja. En Oslo Skin Lab. En Oslo Skin Lab is ook heel interessant. Want dat is collageen in poedervorm. Die je dus in je smoothie in je koffie. En dan krijg je een heel. Ben je 10 jaar jonger? Op een gegeven moment ben je 10 jaar jonger. Dus dat heb ik dus net geschoten. En ik heb net voor Rituals. Voor. Nieuwe skincare lijn. Of nee, dat is niet nieuw. De Rituals Namaste. Heel veel hele leuke, lekkere crèmetjes en maskers en serums. En echt super lekker. En ruikt ook heel erg lekker. Wilde ik dus hier fotograferen bij de spiegel. Ik heb een nieuwe spiegel. Deze bij Sissy Boy gekocht vorige keer. 40% korting. Maar we hadden een lampje hier. En ik vond dat lampje heel lelijk. Dit lampje. Of lelijk. Dit lampje zat in de weg. Het was een beetje ruis. Het is natuurlijk niet messing. Dus ik vond hem niet mooi. Dus ik heb man lief even net gevraagd of hij het lampje wil demonteren voor een mooie foto. En toen viel de stroom uit. Overal. Echt overal behalve in de keuken. Dat is heel erg fijn. Want koelkast, hè, vriezer. Toen hebben we net de papa gebeld op haar snor. En hij kon het niet per telefoon ons vertellen hoe en wat. En toen hebben we Liander gebeld van de stroom. En nou blijkt dus dat het alleen gefixt kan worden met de elektricien. En het gaat ons 114 euro kosten. Dus het is een dure shoot vandaag. Het schijnt dus dat een elektricien bij het kastje moet komen in de meterkast. En die is verzegeld. En er mag dus alleen een elektricien in
met zegelrecht. En dat kunnen wij dus niet doen. En dat gaat ons 114 euro kosten. Dus, een hele dure shoot. Omdat ik per se dat lampje niet in beeld wilde hebben. Ja. Manlief is not amused. Ik ben al 2 dagen ziek. Ik heb de griep. Maar ik heb wel een leuk pakketje gekregen. Die ik even ga uitpakken. Er zit iets heel leuks in. Dus, neerleggen. Wat zou hier nou in zitten? Ik heb jullie maar even hier neergezet. Als het donker daar. Oké. Pakketje. Even uitpakken. Kun je hem een beetje zien? Ja, nu kun je hem een beetje zien. Oh, zo'n mooi pakketje. Ik weet al wat er in zit. Maar, ik wist niet dat het zo groot zou zijn. Ik ben een beetje slap van de griep. Oh. Je ziet nog steeds helemaal niks. Je ziet dat het niet koud is. Kijk. Ik was zo blij mee. Kijk eens hoe gaaf. Dit is namelijk een herinneringskist van Barbieneke. En kijk, zoals je ziet, ons geboortekaartje of zijn geboortekaartje is erop gedrukt. En in deze kist kun je dus, aangezien ik alles gewoon in een plastic bak heb gedaan, je kunt hier dus alles in doen. Ter herinnering van je van de eerste maanden van je kindje. Zoals geboortekaarten, kaartjes die je hebt gekregen. Misschien een echofoto's. Eigenlijk alles wat altijd in een schoenendoos belandt. Althans bij ons. Of in een plastic bak. En dat kun je dus in deze box doen. En deze box heb ik destijds gezien. Want Soraya van Binti Home die heeft hem ook van haar zoontje Younes. En dat vond ik altijd zo leuk. En ik hoopte altijd dat Barbieneke mezelf zou benaderen. Voor eentje. En dat heeft ze dus gedaan. En kijk eens eventjes hoe mooi. Oh! Kijk eens even. Kijk eens even hoe mooi. Is toch geweldig? Kijk, dan doe je hem open. Kijk eens even. Een detail met een strikje. Dan kun je hier alles in doen. Oh, en daar komt. Daar komt die kleine aan. Oh. Zo. Kind is naar de crash. Ik heb weer een dagje. Bijna beter. Bijna beter. Ik weet maar niet. Heb ik dat gisteren nou gevlogd? Nee, ik heb gisteren wat paracetamolletjes achterover geslagen. Want ik had nog een meeting met Philips. In Amsterdam gaan we leuk samenwerken. Hele jaar door. Superleuk. Vorig jaar natuurlijk met stilstofzuiger. Dit jaar ga ik weer hele leuke makeovers doen. Bij vriendinnetjes thuis. En ja, bij vriendinnetjes thuis. Dus oh, maak maar weer ruzie vriendinnetjes van mij. Naar wie ik het beste kan komen. En daarna heb ik met Nadine gezeten van Studio Form Creative over een nieuwe site. Het is weer tijd om even te gaan vernieuwen. Hè? Het is nieuw jaar. Ik heb de griep gehad. Ik zat er niet lekker in. Dus ik dacht, we gaan alles weer anders doen. Dus dat gaan we mee bezig. Eerst even beter worden. Dus vandaag ben ik weer thuis aan het werk. Ik heb het in mijn ogen. Maar er komt iets heel erg leuks zo. Althans. Dus ja, het komt iets leuks. Onze bank wordt gereinigd en ons tapijt en onze trappenkleding. Want, kijk eens wat er een paar maandjes geleden is gebeurd met de bank. Op het vlogcameraatje ziet het er minder erg uit. Maar zie je deze vlek? Je zou denken, oh, dat is Oliver. Nee, dat was niet Oliver. Dit is Manlief. Die heeft een heel flesje vitamine D op basis van olijfolie laten vallen op mijn mooie kwadraatstofje. En dat trok er dus in. Ik heb 100 keer proberen schoon te maken. Het gaat er gewoon niet uit. Het was bijna een echtscheiding. Ik was zo boos. Want ja, vitamine D geef ik natuurlijk boven in de kinderkamer. Maar hij was net 2-3 maandjes oud. En had echt zoiets. Nee, hij moet nu vitamine D. We zijn het vergeten. Een soort van, het is het resultaat van de overbezorgde ouder. Het moest meteen gebeuren. En de hele bank is verknald. Ik heb ook nog andere vlekjes op de bank. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil de bank opnieuw laten bekleden. Het is een bank van Vest.
Alleen dat doen ze helaas niet. Sorry, ik heb de hele tijd wat in mijn oog. Dat doen ze helaas niet. Niet met dit model, omdat het model ook niet meer te koop is. Ik wil ooit deze bank wel opnieuw laten bekleden. Dus kijk een leuke meubelstoffeerders die je denken van... Nou Lisa, daar kan ik je wel mooi bij helpen. Laat maar vooral even weten. Maar voor nu wordt hij dus gereinigd. Door een bedrijf heeft me benaderd op Instagram. Of wat te reinigen valt in het huis. Nou, er valt het een en ander te reinigen. Want we hebben natuurlijk ook een mooie vloerkleed. Kijk, dit mooie vloerkleed. Ziet er heel mooi uit, hè. Heel mooi vloerkleed. Nou, als je er eventjes goed naar kijkt en ruikt, dan ruik je zure melk, babymelk. En kots van kat. Dus het is echt super mooi. Het kleed is gewoon 100% vol. Dus het blijft er wel op liggen. Maar zure babymelk, die geur, oh, die geur, die gaat er niet uit. Dus dit wordt ook gereinigd. En op de trappenkleding heeft onze kat ook nog een keer, 100 keer trouwens. Maar op één plekje gaat het er niet uit. Ook, dus dat gaan ze ook reinigen. Dus ik ben benieuwd. Goeie vrijdag. En daarna ga ik weer even aan het werk. Ga ik me even tikken. Was mijn weekje wel hoor. Alle vlogs trouwens, of alle shots hiervoor, is allemaal nog van een maand geleden. Toen was de wereld nog allemaal gewoon heel normaal. Nu is het vrijdag en is het allemaal zo ontzettend bizar. De ene na de andere campagne van mij gaat op onhold. En ik word er een beetje zenuwachtig van. Het is allemaal zo, het liep net zo lekker. Ik weet niet of, ik denk dat iedereen het nu wel heeft. Het ging allemaal net zo lekker. Echt werk gezien, werken en we hadden vakantie in het verschiet. En nu is alles gewoon, campagnes gaan niet door, vakantie is gecanceld, we kunnen niet meer naar opa's en oma's. Dus het is allemaal gewoon een beetje, ik zat er op zich wel lekker in afgelopen week, want het heeft ook wel weer het gevoel, ja, dit soort tijden van crisis, is ook weer tijden om creatief te denken. Dus ik heb allemaal weer van heel veel leuke plannetjes. Alleen, anderzijds word ik ook ontzettend zenuwachtig, omdat alles wat er in het vooruitzicht zat qua financiën, zijn allemaal gewoon gepauzeerd. Dus daar word ik gewoon heel erg zenuwachtig van. Ik weet niet of, ja, als je zelf onderneemt. Ik denk dat iedereen dezezelfde zorgen deelt. Wat ik jullie wil vragen, is dat jullie nog steeds mijn blog blijven checken. Klik vooral eventjes leuk op al die leuke artikelen. Dat jullie ook mijn Instagram blijven checken. Ik ga namelijk elke dag een woondilemma beantwoorden. Dus elke dag kun je een vraag stellen en de dag erop beantwoord ik die vraag onder het mom van Itio Juki woondilemma. Dat ga ik de komende 3 weken doen. Ik ben al een week bezig, dus eigenlijk de komende 2,5 week ga ik dat doen. Wat daarna gebeurt, zullen we dan wel zien. Zit je vraag er niet bij? Ik bewaar alle vragen voor andere leuke projectjes. Ik ben weer met allemaal leuke dingetjes bezig in mijn hoofd. Dus ik zou het heel fijn vinden als jullie nog steeds mijn blog en mijn socials en natuurlijk deze video's gaan kijken. Klik ook eens eventjes op een gesponsorde post. Hè, daar krijg je soms nog wel eens dubbele reacties op. Maar dat zijn mijn inkomsten. Dat zorgt er dus uiteindelijk voor dat ik al deze leuke content voor jullie gratis kunt maken. Je hoeft niet te betalen voor mijn content. Maar ja, ik moet ook ergens mijn geld vandaan halen. Dus ik vind het heel erg fijn als jullie al mijn posts blijven liken. Misschien ook een leuke reactie of misschien delen. Ik heb nog 1 vlog op de planning. Hierna komt er nog een leuke vlog over Terschelling. Ik had nog 1 leuk eventje daarna. En dan is het even rustig met video's. Maar goed, hè, ik zit in een enorm huis. Ik kan zoveel leuke video's maken. Dus vond je het weer een hele leuke vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren en te abonneren. En ik denk dat de volgende vlog, dat ik hem volgende week online zet. Maar voorlopig geen home tours meer. Helaas. Maar goed, ik heb nog 3 jaar aan home tours op mijn YouTube kanaal. Dus die moeten jullie gewoon allemaal even lekker checken. Tot volgende week. Doeg! Oh, een hang on, hè. Gaat allemaal goed komen.